geval, we zijn verhuisd naar de Kuiperspoort. Een van de mooiste straatjes van de stad nog steeds. Hè? Maar over welke brief gaan we het hier hebben? We gaan het hebben over een brief van Elisabeth Reigert en haar zoontje Nicolas Jan aan Frans Reigert. En Frans Reigert was kapitein op een slavenschip, de jonge Nicolas Jan. En die voer op Guinea. Dat speelt tijdens de Tweede Engelse Oorlog. De Vierde Engelse Oorlog. Ja, daar zijn we ook op weg. Maar dan zijn we een stukje verder in de tijd, in 1780. Hij wordt geschreven op 14 maart 1780. En nou, ze vertellen allerlei wederwaardigheden over wat er allemaal in de stad en meer in het bijzonder bij de familie allemaal gebeurt. Nou ja, die brief die wordt opgestuurd en meegestuurd met een ander schip wat naar Afrika gaat. We weten ook dat hij aangekomen is op het schip, want de brief is uiteindelijk buitgemaakt door de Engelsen in West-Indië. Bij Demerara, tegenwoordig is dat Brits Guyana. Wat deze vrouw en haar zoontje niet wisten, toen de vrouw onder andere zei van ik hoop je binnen 16 maanden weer eens te zien, was dat deze man binnen 14 dagen nadat de brief geschreven was, is overleden op de kust van Afrika. Dus dit is een vaarwelbrief. Okay. Al wisten ze dat toen nog niet. Als je dan de tekst dan leest, je ziet echt dat ze naar elkaar verlangen. En ja, de vrouw die schrijft dan bijvoorbeeld, God weet hoe dat de afwezigheid mij doet zuchten. Och maat lieve, de man werd altijd maat, mijn maat genoemd. Oh ja. Och maat lieve, ik hoop dat ik u met de 16 maanden in gezondheid weer om zal zien. Als het God almachtig blieft u een behouden reis te geven. Wel maakt ze er een klein voorbehoudje bij. Nieuws weet ik niet te schrijven, met TU. Want ik denk niet dat gij deze brief ontvangen zult. Maar ja, ze heeft het toch maar geschreven. Ja, ja. Mijn lieve man, gij wordt van harte van mij en van ons kind gegroet. En van nichte Miete en haar man ook. En zij woont bij mij. Dus die nicht Miete die is bevallen. En nou, ja, zwaar proces in die tijd. Dus die had verzorging nodig. Dus die trekt tijdelijk bij die vrouw aan. Ook een typisch stukje hier is groet de kok van zijn vrouw. Dus dat is een bekende. En die kan wellicht zelf niet schrijven, dus die doet dan de groeten via de brief van deze vrouw. Het leuke aan deze brief is dat niet alleen die vrouw, maar ook het zoontje een stukje geschreven heeft. Dat heb ik ook hier. Ik denk dat die wel geholpen is, want het is niet echt het handschrift van een 10 of 12-jarige. Kan jij dat zien, het verschil bij die oudere handschriften, of dat kinder- of volwassen handschrift is? Ja, een kinderhandschrift, nu zijn er daar niet zo heel veel van, maar die bevatten meestal wel heel veel fouten en allerlei rare hanenpoten. Ja, ja, ja. Ja, maar dan... Dat zoontje dat zegt onder andere voor een deel hetzelfde als wat zijn moeder zegt, maar vaderlief, ik ben in de Franse school nog, dus dat was gewoon een soortje voortgezet onderwijs op een wat lager niveau. Maar het leuke is dat hij afsluit, want die vader die gaat natuurlijk naar exotische oorden. Vaderlief, mij verzoekt u dat gij een papegaai voor juffrouw Wandel houdt, dus of die een papegaai wil meenemen. En vader, de maan is nog gezond. Dus het was kennelijk volle maan op het moment dat... En dat noemden ze dan gezond? Nou, wat ik wel grappig vind van al die brieven, is dat je... Het geeft ook wel een inkijkje in het taalgebruik van toen. Want dat je net zegt dat je je geliefde maat noemt, dan denk ik, maat, waar komt dat nou vandaan? En als wij het nu hebben, ga je meedrinken, maat? Want die zat meestal niet met je geliefde. Ja, nou, het leuke is inderdaad dat je ziet dat bepaalde woorden in de loop van de tijd een andere betekenis krijgen. Want als een vrouw aan haar man schreef, dan was het altijd mijn maat. Ja, bijzonder. Vind ik echt bijzonder. Maar heel wat anders. Ja, je hoort toch ook, ik heb nog nooit een meisje ontmoet in mijn leven die Mietje heet. Maar Mietje was, vroeger was dat toch Mietje? Miete? Dat is gewoon een Zeeuwse naam eigenlijk. Ik heb in mijn tijd ook nog wel mensen gekend die Mietje heten. Dus, Ja, dat kennen wij toch een beetje van andere dingen. Maar goed, dat is, maar dat vind ik dan wel een leuk aspect van die brieven. Ja, dat je... ja, Mietje, dat heeft voor ons een andere betekenis. Ja, in het Nederlands inderdaad. Ja, grappig. Leerzaam, dank je.